Van harte welkom bij TEC TV met in deze aflevering aandacht voor de wedstrijd TEC tegen Spakenburg, gespeeld op zaterdag 22 april 2017. TEC is dicht bij handhaving in de tweede divisie. De ploeg hield Spakenburg door een 2-2 gelijkspel op afstand, terwijl ook andere ploegen onderin punten verspeelden. Doelman Sebastian van der Sman werd de held van de wedstrijd door in de extra tijd een strafschop te stoppen. Toch overheerste op de lokken naar een nasmaak. TEC was de gehele wedstrijd beter, maar deed daar niets mee. Daarbij ontsierde een enorme vechtpartij bij de kantine de wedstrijd danig. Een flinke politiemacht moest de supporters van beide teams scheiden om ernstiger te voorkomen. Het was na Katwijk en FC Lienden al de derde keer dat het misging met de Spakenburg supporters. Allereerst de opstelling van beide ploegen. We beginnen met de opstelling van TEC met op doel Van der Sman. Van Gessel, Zeller, Disveld en Vierik in de achterhoede. Op het middenveld Vink, Westerlaken en Maguire. En de voorhoede van TEC werd in deze wedstrijd gevormd door De Wind, Machiavala en Marie. Dan de elf van Spakenburg. Op doel Krul, Soepusepa, Sanders, Buitenhuis en Dua in de achterhoede. Holder, Lanting, Belderman en Tol op het middenveld. En Ties en Pilon die stonden in de voorhoede van Spakenburg. Het publiek moest lang wachten voor wat te genieten viel op Sportpark de Lok. Spakenburg was met een dubbele verdedigingslinie gekomen voor een punt. TEC had voorin te weinig kracht om wat af te dwingen. Pas in minuut 42 viel er wat te beleven en toen was het ook meteen raak. Emilio Vink stuurde van grote afstand een vrije trap naar het hoofd van Michiel Zeller. Tegendraads kopte de verdediger schitterend in. Het was 1-0. Na rust kwam TEC ongecontroleerd uit de kleedkamer. Anders valt niet te verklaren dat zowel het middenveld als de verdediging de ruimte lieten vallen die uiteindelijk Robbie Holder nodig had. De linkerspits, die eerder in dienst was van WKE en FC Lienden en toen ook al scoorde op de lok, deed het met een diagonale schuiver opnieuw. 1-1. In de eerste minuut van de tweede helft wordt het 1-1 doelpuntenmaker Robbie Holder. Ondanks het overwicht van de Tielenaren was Olivier Pilon dicht bij een treffer. Hij kopte op de paal en zag daarna Van der Sman redden. TEC kreeg de ruimte om te counteren, maar de voorhoede bracht te weinig van TEC. Toch werd het 2-1, toen Vink schitterend op rechts langs zijn tegenstander wervelde en met een lage voorzet Curtly de Wind een niet te missen kans bood. 2-1. Niets wees op een sensationeel einde van de wedstrijd. Terwijl de vierde official het bord met 5 minuten extra speeltijd omhoog hield, haalde invaller Thijs Hendricks van Spakenburg echter verwoestend uit. Het schot paste precies in de hoek van de paal en lat. 2-2. Drie minuten later leek het noodlot voor TEC toe te slaan. Daan Disveld, een van de betere bij TEC, maakte hands. En voor de prima leidende arbiter Lorenzo Cairo restte niets anders dan de gang naar de penalty-stip. Pilon schoot niet al te best in, waardoor Van der Sman de bal kon houden. De bal viel voor de voeten opnieuw voor Pilon, die voor een leeg doel echter overschoot. Met die hectische laatste minuten van de wedstrijd, die ook nog geontsierd werd door vechtpartijen langs het veld, werden uiteindelijk de punten tussen TEC en Spakenburg gedeeld. Michiel Zeller, je hebt een dijk van de wedstrijd gevoetbald, maar je koopt er niks voor. Uiteindelijk toch nog een punt, maar het balen, hè? Ja, zeker. We waren de 88 minuten, 90 minuten waren gewoon de betere naar mijn inziens. En we hadden het gewoon eerder moeten afmaken. En dan kom je nog goed weg dat Sebastian op het einde nog de penalty pakt. Ja, dat is natuurlijk ook top voor hem. En houdt hij ons nog op een puntje. Zullen we even de wedstrijd doornemen? In het begin zat er best wel een beetje spanning op, hè? Ja, ik vond het wel meevallen. Het was meer aftasten, vond ik. Niet echt spanning. Ik vond dat wij vrijheid voetbalden. Ik vond dat zij eerder gespannen oogden dan wij. En we kwamen goed op 1-0. Jammer dat je dan zo de rust uitkomt. En, die kansen daarna niet afmaakt. Wat voor indruk maakte Spakenburg op jou?
Dat ze erg onder spanning stonden. Dat er veel belangen bij hun erbij stonden, omdat ze niet zo goed staan. En dus dat het moeilijk was om te zien wat voor spel zij hanteerden. Nou, eigenlijk was er niks aan de hand. Uiteindelijk dan 1 puntje gescoord in plaats van de 3. Oftewel, nog steeds niet safe. Nee, we hadden ons vandaag safe moeten spelen. En gezien het spelbeeld en de verhoudingen vind ik ook dat we dat hadden moeten doen en dat we dat hebben nagelaten. Desalniettemin, goed, op naar de volgende pot. Ja, zeker. Ja. Zaterdag GVV, of zondag, ik weet niet precies. En dan die gaan we ook pakken. Joop Gal, trainer van Spakenburg, toch met een punt naar huis. Ja, terwijl de overwinning wel heel erg dichtbij was. Als jij een penalty krijgt in blessuretijd van de blessuretijd, dan is dat een ideaal moment in een ideaal scenario. En dat doel ik op de situatie waarin wij verkeren. Ja, dus in Spakenburg verloor TSC met 5-0. En nu was er een andere wedstrijd. Ja, maar TEC heeft zich ook aardig versterkt. Met hele goede voetballers. Dus dat wij wel wisten dat, waar ik niet bij was, maar dat die wedstrijd in Spakenburg geen gelijke zal zijn hier in Tiel. Dat wisten we al van tevoren. Hey, even de wedstrijd doornemen, analyseren. Ja, voorzichtigheid geboden van onze kant. Proberen compact te spelen tegen een goed TEC. En dan zorgen dat je de kwetsbaarheid, waar ik dat de laatste linie vind, tenminste centraal, om ballen achter hun te droppen. De loopacties van buiten naar binnen vooral te hanteren, gebeurde veel te weinig aan onze kant in de eerste helft. Ja, jij was ontevreden langs het veld. Ja, absoluut. Omdat we ook maar aan het aanklooien waren met als we dan een bal veroveren, dan moet je gelijk de oplossing zien. En niet meer wachten op een nieuw duel. Want dan ga je op het veld, wat trouwens redelijk is hoor, maar als je kunstgras gewend bent, dan kan nog wel eens in de controle wel eens wat misgaan. Ja, en dat gaat dan een aantal keren fout. En dat, daar was ik niet blij mee, dat je niet zakelijk denkt. Al met al, 2-2, terecht uitslag. Nou ja, ik vind dat wij mentaal gezien het best goed gedaan hebben als je 2 keer op achterstand komt. En waarvan wij de 2e goal ook nog eens inleiden door wat ik net al benoemde. Dat je dan met een schitterende 2-2 terugkomt en dan, kijk, als het nou terecht is of onterecht in onze situatie, maakt me even niks uit. Maar we hadden hier wel moeten winnen op basis van die pengel. Die we niet maken. Spakenburg, ja, het blijft moeilijk, maar voor al die clubs onderin, de toekomst. Dat is afwachten. Je moet nog 3 wedstrijden spelen waarin het heel erg spannend gaat worden. Dus we zullen alle hens aan dek en we zullen alles uit de kast moeten halen om dat te bewerkstelligen. Robbie Holder, bekende uit de regio, hè, vorig jaar nog gevoetbald bijvoorbeeld bij FC Lienden, daarvoor ook nog bij WKE. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, een zware wedstrijd. Gras en het veld is troef. En je ziet wel dat wij in de hoek zitten waar klappen vallen. Maar goed, je bent zelf een van de betere spelers in die tweede divisie. Wat vond je van de pot? Terecht, die uitslag? Nou, terecht. Nee, ik vind niet dat het terecht was. Als je kijkt de kansen die wij dan zelf weggeven. En de panel op het laatst, die er eigenlijk had ingemoeten. En wat je alleen niet kwalijk kunt nemen, maar ja. Het is wel net wat ons zeg maar maakt waar we nu staan. Ja, en dat wordt nog spannend, hè? Want Una heeft ook weer punten gepakt. Dus het wordt een hell of a job. Ja, maar dat spelen we al een tijdje zo. Dus wat dat betreft verandert er niks. En kun je dat nou verklaren? Want Spakenburg is gewoon een goede ploeg. Wat speelt daar? Ja. Als ik dat had geweten, dan hadden we hier niet gestaan. Ik durf het niet te zeggen. Tevreden over jouw eigen positie? Ja en nee. Ja, ik heb dan wel gescoord, maar ik vond niet dat ik een heel groot aandeel had in de wedstrijd. Een beetje gemixt. Jij blijft bij Spakenburg? Zoals het nu lijkt wel. Ja. Nou, in ieder geval succes voor de komende wedstrijden nog. Hartstikke bedankt. Sebas, daar pak je toch een punt voor TSC. Ja, jammer dat het nodig was. Ik denk dat we het eerder hadden moeten beslissen. Maar goed, ja, voor mij wel leuk. Ja, is niet gebeurd. Wel man of the match. Gefeliciteerd daarmee. Analyseer even snel die wedstrijd. Nou, ik vond dat zij best goed begonnen. Wij waren een beetje aan het aftasten. Zij spelen veel de lange bal.
Zij pakte de tweede bal, wij wonnen de eerste bal wel en zij pakte hem op. En daar kwamen zij een paar keer redelijk door, maar niet echt heel gevaarlijk. En wij scoren vanuit de vrije bal, net voor rust, goede kopgoal. En ja, na rust komen zij wel, ja, gewoon goed uit de kleedkamer en wij staan te slapen. Eén paas tussendoor en hij schiet hem binnenkant paal volgens mij erin. Ja, Robbie Holder, een van de betere in de tweede divisie, hè? Hij liet het hier weer zien vandaag. Ja, we kennen hem vorig seizoen. Hè. Bij WKE was hij weer galoos en hij heeft Linde kampioen gemaakt, zeg ik iedere keer weer. En ja, dat hij hem weer inschiet, verbaast me niks. Maar goed, wij hebben nog altijd Sebastian van der Smannen, zo simpel is het. Ja, ik ken hem er niet in schieten, maar we hadden vandaag echt moeten winnen. Ik baal er wel van. Uiteindelijk zijn we nog niet helemaal veilig als we over we mogen spreken, hè, als het over TSC gaat. Maar dit kan eigenlijk niet meer missen. Hè. Ja, je praat over 7 punten op Spakenburg. Dat betekent dat zij 2 keer moeten winnen en gelijk spelen en wij alles verliezen. Dan heb je Jong Vitesse en Hardenberg, die moeten 8 punten. Dus nou ja, dus 3 wedstrijden moeten ze allemaal gaan winnen. Ik zie het niet gebeuren en ik zie ons ook niet 3 keer verliezen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Dan de uitslagen van de wedstrijden gespeeld op 22 en 23 april. Excelsior Maassluis, Jong FC Twente 1-1. Barendrecht, Jong Vitesse 3-1. Jong AZ, GVVV 3-1. Kozakken Boys, AFC 4-0. HAC Hardenberg, Koninklijke HFC 1-1. Katwijk Una 2-3. Jong Sparta VVSB 3-3. TSC Spakenburg 2-2. En de treffers FC Linde 4-0. De stand per 23 april 2017. Jong AZ kampioen 72 punten, 31 wedstrijden gespeeld. De Kozakken Boys nu tweede met 51 punten. En de treffers uit Groesbeek 50 punten met daar weer onder uit Veenendaal GVVV met 47 punten. Onderin ongemeen spannend. Jong FC Twente 19 punten en gedegradeerd. HSC Hardenberg 32 punten. Jong Vitesse 33 punten en Spakenburg 34 punten uit 31 gespeelde wedstrijden. Dan de beoordeling van de spelers. Sebastian van der Sman, man of the match, hij kreeg een 8. Evenals Michiel Zeller. Berry Maguire een 7,5. Daan Disveld een 7,5. En ook Wimilio Vink scoorde een 7,5. Bart Westerlaken een 7. Gregory Vierek een 7. Matthijs van Gessel een 7. Gianluca Maria een 7. Curtly de Wint een 6,5. Troemeen Balrak een 6. Josema Machiavala een 6. En Sven van Inge, hij scoorde een 5,5. De eerstvolgende thuiswedstrijd, dat is de laatste van dit seizoen, wordt gespeeld op zaterdag 6 mei op Sportpark de Lok. TSC ontvangt dan Jong AZ. De eerstvolgende uitwedstrijd van TSC is op zaterdag 29 april. Dan wordt in Veenendaal gespeeld tegen GVVV. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.